kijken op het CEPA-traject, dat is een lang traject. Het begon natuurlijk voor mij in ieder geval in 2011 met het opbouwen van het programma. En we zitten nu eigenlijk al in 2014. Had eigenlijk afgelopen moeten zijn. Dus dat was ook wel een tegenvaller dat er toch in Europa uitstel kwam. We konden uiteindelijk ook niet anders dan met dat uitstel meegaan. En dat betekent dat voor een deel zeg maar, het bedrijfsleven eigenlijk stopte met migreren. En dat we nu nog zo rond de 50.000 bedrijven hebben die nog niet over zijn op CEPA. Maar op zich een heel succesvol traject. Lastig om met alle stakeholders goed samen te werken. Dus de bedrijven, de banken, de consumentenorganisaties, de softwarebedrijven. We hebben geloof ik iets van ruim 30 issues opgelost in de afgelopen periode. Maar nogmaals, wel een hele succesvolle migratie. En van ons had het uitstel ook zeker niet gehoeven. Nou, je ziet eigenlijk dat CEPA is eigenlijk heel primair nu ingevoerd. Grensoverschrijdend verkeer, wat eigenlijk de bedoeling is van CEPA, dat wil toch nog niet echt lukken. Dus het incasseren op andere rekeningen in het buitenland, daar zien we nog steeds wat moeilijkheden. Sommige bedrijven eisen gewoon eenvoudig nog een nationale rekening, terwijl dat eigenlijk niet mag volgens de Europese verordening. Dus we zien dat heel veel bedrijven hebben nu gezegd, oké, we voldoen nu aan primair aan CEPA, aan de eisen. Maar de komende jaren zal dat nog een forse ontwikkeling gaan maken voordat we echt een Europese betaalmarkt hebben. Ik schat dat dat nog wel een jaar of 5 gaat duren. Nou, er zullen nog zeker na CEPA meerdere ontwikkelingen volgen. Allereerst natuurlijk CEPA zelf, dat zal goed geïntegreerd moeten worden. Alle obstakels tussen landen onderling zullen weggenomen moeten worden. Niche-producten zullen zeg maar moeten eindigen. Dan heb je pas eigenlijk een soort basisbetaalmarkt. En dan krijg je nog weer allerlei diensten en services die daar opgebouwd gaan worden, zodat banken, maar ook bedrijven zich steeds meer kunnen gaan onderscheiden. En ik verwacht ook een verschuiving van nieuwe productontwikkeling en diensten van de banken naar het bedrijfsleven. Maar je ziet natuurlijk wel dat er behoefte aan is. Dat er steeds meer behoefte bestaat uit een eenvoudige munt die je kunt gebruiken als consument, als bedrijf, om je producten en diensten zowel aan te bieden als zeg maar, te kopen. Het nadeel nu nog van Bitcoin is dat het anoniem is. Er is geen controle op. Het is nogal speculatief. Maar ik denk als er een virtuele munt uiteindelijk gaat ontstaan waar wel controle op is. En ook vertrouwen in is, want dat is natuurlijk zeker zo belangrijk. Dan zie ik daar echt wel een toekomst voor. Het gaat mij om, ik wil van A naar B of ik wil iets kopen. Hoe kom ik zo snel mogelijk van A naar B? Welke alternatieven heb ik? Dus dat wordt veel belangrijker. En dan vervolgens, ja, hoe betaal ik dat dan? Of dat nou diensten zijn of producten zijn of transport, dat maakt op zich niet uit. Betalingsverkeer is altijd in de achtergrond een afgeleide daarvan. Maar dat zal steeds virtueler worden. En niet meer met pasjes, niet meer ingewikkeld. Het moet vrij eenvoudig zijn via je app alles te kunnen regelen, ook op het gebied van betalingsverkeer.